We moesten als eerste kennis maken met de kloosterlingen en de kloosterruimte. Er was een zekere schroom hier en daar en daar moesten we doorheen, dat moesten we ook leren begrijpen. En wij moesten zelf ook weten, waar zijn we nu geland? Waar gaan we nu werken en met wat gaan we werken? Het gebied heet de Heilige Driehoek en dat dankt zijn naam natuurlijk aan die drie kloosters die daar ja, naast elkaar, tegen elkaar grenzend aan liggen. En het ligt in een mooi kleinschalig agrarisch landschap wat bewaard is gebleven. En dat samen is het ensemble. Dus zowel het kleinschalige landschap als die drie nog steeds in bedrijf zijnde kloosters. Voor de eerste editie was het thema liefde, de tweede zal hoop zijn en de derde wordt geloof. Dus dat lag vast eigenlijk de drie kardinalen of christelijke deugden. Ik was meteen heel blij met hoop, omdat ik eigenlijk meteen zoiets had. En dat is zo intrinsiek met kunst verweven, hoop. Dat elke kunstenaar die naar het atelier gaat, iets maakt waarvan niemand nog weet wat het gaat worden. Dus er zit iets van verwachting, het toeval wat daarin ontstaat en letterlijk het laten ontstaan. En toen hebben we een plan gemaakt met daarin wat zo'n beetje onze eerste gedachten waren. En wij dachten, wij zouden nu veel meer, dat was misschien ook omdat er minder binnenruimte beschikbaar was, die buitenruimte erbij moeten betrekken. En de mooiste buitenplek hier is natuurlijk die kloosterdreef, die die kloosters met elkaar verbindt. Martine! Ja, het is perfect dan. 2:05. En de gesproken tekst is Martine. Nee, maar het klonk heel echt. Het klonk heel emotioneel. Ja? Ja. Eén naam. Eén naam, ja. Want kijk, plotseling wordt alles dan heel belangrijk, hè? Als dat echt gebeurt. Ja. Want dan. Het gaat nu even om de urgentie. Dus en dat, daar gaat het werk een beetje over. Allereerste dag. Allereerste 9 juli 2019, twee dagen na pensioen van Hendrik, hè, bij het afscheid bij de Pont. En wij parkeren allebei de auto, we wandelen allebei langs dat grasveldje naar het poortgebouw. We stappen daar binnen en we zeggen dat prieeltje van Maria Blaise zou echt geweldig zijn op dat gras. En we bellen haar en ze is meteen enthousiast. Wij wilden graag een tentoonstelling die paste bij de plek. Dat is niet alleen maar fysiek bij de plek, dat het zich voegt naar de locatie, want dat laatste is ook heel vervelend. Het moet op de locaties waar het terecht komt een nieuwe plek creëren. En het moet tegelijkertijd een zekere vanzelfsprekendheid hebben. In de voorgesprekken toen was eigenlijk water al ter sprake gekomen. Ik heb zelf een christelijke achtergrond, ga ik nog steeds naar de kerk. En ik vond het beeld van dopen, dat je dan daarmee een soort teken van je bent gered, er is hoop. Toen kwamen we hier op het binnenpleintje en toen stond er een droogstaande put. En ik vond eigenlijk toen al niks moois dan water weer in die put terug te brengen. En het dan ook een soort van weer op te liften. Ik vond het interessant om bij een druppel water te beginnen. En omdat een druppel water al met heel veel druppels in staat is om tot grote bewegingen voor te komen. Dus zo gaat met in dit geval ook het druppeltje van blad tot blad, waardoor de beweging groeit. En dat vind ik ook vet. Kijk, dat je nu op de zijkant krijg je. Zie je dat? Nu schijnt de zon erin. En dan zie je nu daar zo. Dit is cool. Na de eerste lockdown zijn we gaan nadenken van ja, wat. De wereld is ondertussen veranderd. Klopt ons verhaal nog wel? Klopt het totaalplaatje? En Tom had eigenlijk reagerend op het thema hoop een heel huiselijk tafereeltje van twee mensen zittend op een bed. Van eigenlijk verlangen we allemaal naar het samen zijn en een soort huiselijkheid.
Ik heb een nieuw beeld gemaakt, ja, want we wilden eigenlijk een houten man en vrouw in bed doen. Maar vanwege de corona was dat een beetje zielig. En omdat het toch meer over hoop gaat in plaats van depressie of drama, toen kon ik ook mooi iets anders gaan verzinnen. Dus ik dacht van nou, iets van onkruid of zo, iets wat ontspruit, iets wat naar boven kriebelt. Iets wat tussen de stenen weer, tussen de puinhopen weer naar buiten frimmelt. Met, onkruid is eigenlijk wel een aardige in dat opzicht. Ik zie het enerzijds als een schilderijtje, een landschap, een plant in opbouw, een bloemetje. Er komt nog een mast in het midden met een gele propeller in de lucht. Die is doorzichtig, dus je kan naar boven kijken. Dat doen we natuurlijk het liefst als we het over hoop hebben. Naar de hemel. Het is echt een gat. En dan, bam, schiet het naar boven. Wij hebben natuurlijk in het begin heel veel er ook over zitten praten en hier heel veel rondgelopen. En wat wil je nou met zo'n thema? Maar je hebt te doen met de omgeving zoals die is. Dus daar nog een extra lading van heel erg sociaal engagement of maatschappelijk geëngageerde kunst, dat vonden we echt een brug te ver. Of tenminste, ja, we zijn niet uit de weg gegaan. Nee. Het is niet, we hebben niet gezegd, we moeten nou een tentoonstelling maken waarbij je om de oren geslagen wordt steeds met boodschappen. Nou ja, dat gaan we proberen. Ik vind dit ook heel mooi uitzien. Dit is even een test, zeg maar. En we gaan dit even ophangen en dan zien we ook, kijk hoe zwaar die is, hoe strak die moet met een krammetje. Dat zijn kalkeieren. Kalkeieren. Kalkeieren zijn eigenlijk een soort kunsteieren voor, dat zijn kunsteieren voor de ganzen. Soms heb je ganzen die dat de eigen eieren kapot pikken of zo. Dat is een soort tik of zo. En dan dit leggen ze dan in de nesten, zodat ze dat niet kapot kunnen prikken. En gewoon dat ook afleren, dat gedrag. Nog één doen? Ja. Oh, jeetje, wat ziet dat er goed uit. Wauw! Dat regelmatige, maar ik vind dan dat dichter bij elkaar, dan wordt het ook absurder eigenlijk. Anders wordt het, ze hebben net geen eieren genoeg of zoiets. We werken met de gegeven situaties. We kijken met de kunstenaars, als ze een nieuw werk gaan maken, naar de condities die er zijn en vragen hen daarop te reageren, maar er niet tegen in te werken. En ik denk dat we daar wel goed in zijn geslaagd. En op een aantal andere momenten zijn er bestaande kunstwerken gekozen waarvan we dachten die passen A bij het thema en B op deze plek hebben ze een extra betekenis. L'œuvre s'appelle La Veillée au camp des loups et c'est une œuvre qui est faite de 200 kg de cire et de motifs métalliques en acier. 130 mèches sont incrustées à l'intérieur des parois et c'est ces mèches-là qui vont consumer la cire au fil de l'exposition comme un cierge monumental. Pour moi, ce n'est pas une œuvre qui a une dimension religieuse, mais elle a plutôt une dimension spirituelle. Et l'idée, c'est de pouvoir parler à toutes les religions, toutes les cultures. Et c'est aussi pour ça que j'utilise la bougie, la flamme, la cire, qui a aussi une odeur que tout le monde connaît. Il y a quelque chose de l'ordre de la contemplation et de la méditation. Et du coup, ça résonne très bien aussi avec le cloître, puisqu'il y a un silence, il y a un recueillement, il y a en fait un temps qu'on prend, il y a de l'introspection en fait. Et il y a aussi l'histoire du cycle dans cette pièce, puisque à la fin de chaque exposition, je récupère toute la cire au sol, pour la refondre, la remouler et réactiver l'œuvre dans une autre exposition. Donc cette œuvre a été présentée 4 fois et c'est exactement la même quantité de cire, la même matière que j'utilise pour réactiver l'œuvre. We hebben natuurlijk die eerste ronde gedaan met wat waar en welke ruimte mogen gebruiken en dat trapveldje lag er echt heel sneu bij. Daar kwam jij met Maarten Baas, denk ik? Ja, een geweldige figuur. Die bij de meeste mensen, denk ik, die wat reizen bekend is van zijn klokken op Schiphol. Als je het ziet, denk je van, oh, is dit het? Maar het is wel een ongelooflijk idee voor het maken van doelpalen. Die doelpalen die gewoon groeien, growing goals.
Arabicoria hebben we wel vrij snel aangegeven dat we iets met zijn werk wilden. We hebben hem het gebied laten zien, maar ook heel vrijblijvend van nou, we moeten kijken of we ruimte vinden. En toen kwamen we op zijn atelier en daar had hij een nieuwe reeks beschilderde tegeltjes. Waarvan we eigenlijk meteen met z'n drieën zeiden van dit zou echt fantastisch zijn in die ene kloostergang die we bij de Paulusabdij kunnen gebruiken. Het is letterlijk olieverf op een badkamertegel. Het zijn 722 tegels die individueel beschilderd zijn. Dus het is constant een tegel pakken, op een ezel zetten, de techniek toepassen en dan weer aansluiten bij de andere reeks tegels. Dus als je dat constant doet, dan kom je in een bepaald soort modus terecht. En dat vond ik wel heel erg samenhangend met waar het nu gepresenteerd wordt. Ik hoop dat je door middel van de naslopen, dat je ook door het ritme van de tegels en de schakeling van de kleuren meegevoerd wordt in een bepaald soort stroom van gedachtes. En waar dat naartoe leidt, dat is heel persoonlijk. Doordat de Onze Lieve Vrouwe Abdij niet meedeed, had het ook niet meteen nut om de hele kloosterdreef af te lopen en dan naar rechts te gaan naar de twee nieuwe locaties. Toen kwamen wij voor het eerst hier achter het klooster in de moestuinen. Het zou eigenlijk prachtig zijn als we hierdoor zouden mogen lopen, maar dan lopen we wel over het privéterrein van de zusters. Dus dat hebben we eerst eens een keer in de week gelegd, kan dat? Want daarmee wordt de ervaring van degene die niet uit Oosterhout komt opeens nog veel indringender. Want je loopt dus over een heel speciaal onderdeel van hun leefgebied. En ook nog eens een keer langs de slotgracht en de wijngaard. Maar toen merkten we ook dat daar nog iets ontbrak. Er zou best nog een soort van teken kunnen zijn. En zo kwamen we bij Peter Bugnaut. De truckchauffeur. Ik zei, maar wat moet ik hiermee met dit ding? Wat is het? Wat bedoel je ermee? Die man kon er kop nog staart aan krijgen. En daar is het mij eigenlijk ook wel om te doen. Die beelden zijn een soort van analogie met een werkelijkheid daarbuiten. Die net zo min begrijpelijk is. Die net zo hard onderhevig is aan toeval en aan onvoorspelbare en onvoorziene omstandigheden. Ik had het idee dat het beeld een beetje pardoes, een beetje verloren moest liggen. Alsof het ergens anders uitgerukt was met fundering en alles eraan vast en dan zo pardoes neergelegd in het gras. Een beetje plomp verloren, zoals het beeld zelf ook opgebouwd is uit allerlei plomp verloren dingen, objecten, materialen. Ja, en dan hebben we ook dat antwoord met die bomen en die natuur. Dat ziet er allemaal zo lieflijk en fraai uit, wat de natuur in feite helemaal niet is. Dus de natuur is onverbiddelijk en brutaal. In Aardenburg kwam ik het werk van Leender tegen. Die boom die hij weer opnieuw op wil richten met de karrewielen, dat hebben we hem eigenlijk als eerste gevraagd. Zou je dat in Oosterhout voor ons willen doen? Als metafoor van hoop en ook meteen voor ons duidelijk bij de entree van de tentoonstelling. En Leendert gaat dan zoals die is, die komt gewoon met een heleboel andere plannen nog. Dus hij had heel snel het idee om een vrachtwagen zo op te takelen, door één mens opgetakeld, dat hij rechtop zou komen staan met zijn knakte cabine als een soort van omhangend hoofd. Zo. En dat zouden twee door hem bedachte bokken, zouden dat ding omhoog moeten kunnen trekken, door hem alleen te doen. Dus een geweldig soort droom. Hij heeft een soort systeem van controle bedacht en ik denk dat hij daar vooral mee doorgaat. En hoe ver die eindigt op 15 augustus, dat is Maria Hemelwaard, of niet?
Ja, Joost, ik denk dat wij Joost hebben bedacht terwijl we op de Biennale van Venetië rondliepen. Krijgen we het over vliegen en over wat we dan in Oosterhout zouden gaan laten zien. Dan denk ik, ja, wat is er nou hoopvoller dan het idee krijgen dat je wil gaan vliegen en dan gewoon zelf begint te bouwen. En je eigen vliegtuig bouwt en denkt, en ik ga ermee naar de Kaap ook. Heel veel Benedictijnen en Benedictines oefenden een kunstambacht uit of maakten kunst. Er werd ook heel veel gerestaureerd, schilderijen in de Paulusabdij, middeleeuws handschriften in de Onze Lieve Vrouwenabdij. Alle drie die kloosters hadden dus een geweldige culturele betrokkenheid, zowel in de literatuur, in de muziek als in de kunst. Naarmate er minder zusters en vaders waren, kachelde dat wat achteruit. En we hebben toen op enig moment gedacht van, we moeten toch die culturele poot in ere trachten te houden. En kijken of we niet voortbouwend op die geweldige traditie die daar geweest is van kunst en kunstambacht, of we daar niet op voort kunnen bouwen met een biennale, een kunstmanifestatie van eigentijdse kunst die in dat gebied past. Wij zijn eigenlijk helemaal niet uitgegaan van, er is een muur en daar moeten we een schilderij ophangen. Mark Mulders hebben we niet betrokken vanwege het schilderij. Maar hij kwam zelf met het voorstel om die geschilderde collages hier op Catharinadal, eigenlijk refererend aan de hele traditie van boekverluchtiging die hier gebezigd is geweest eeuwenlang, dat hij daarop wilde reageren. En hij heeft een hele serie geïnspireerde paradijstuinen gemaakt die zowel referenties hebben naar de islamitische als naar de christelijke traditie. En Hendrik kwam op het atelier van Robert Zandvliet en die bleek ineens een crucifix geschilderd te hebben. Dus dat was een soort inkoppertje. Er zijn natuurlijk in deze tentoonstelling werken waar mensen van zullen vragen, waar past dit nou in het totaal? En wij hebben absoluut geen tentoonstelling willen maken waarvan je zou kunnen zeggen, dat is een plaatje bij een praatje. Nou weten we eindelijk gewoon eens wat hoop betekent. Ja, precies. Het is zo'n prachtige omgeving hier. En dat je even uit die normale dagdagelijkse dingen hier rondwandelt, mooie dingen ziet, confronterende dingen ziet. Ik denk dat die combinatie een boeiend avontuur oplevert, waar mensen gewoon wat van moeten vinden soms. En soms het ook alleen hoeven te ondergaan.